Het Juragebergte. De typische beige kleur. Sorry voor mijn spraak, mijn uitspraak, maar ik heb niet geslapen. Wauw, chalet Pont de la Pile. Het is hier enkel gereserveerd voor klanten. Maar aangezien we er vroeg bij zijn, gaan we die morgenstond chappen, man. Normaal zou ik hier niet voor stoppen, maar ik was onder de indruk, broer. Onder de indruk van het fantastische meer. Was en als het echt zo is, ga ik hier wel naar beneden, man. Voor een ochtendloopje. Dingri. Aan die brug moeten we overgaan, bro. Chalet, Pont de la Pile. Zoals die van gooien allemaal welkom geheten. Hey, man, zo zie ik er dus uit, lelijk als de nacht. Het is nog geen 6 uur in de ochtend. De zon schijnt al mooi en ik draag al mijn zonnebril. Het is voor gans de dag, la famille. Wesh. Gaan we helemaal naar beneden? Ik ben hier helemaal in de natuur, broer. Kijk, rechts kan ik glimpjes opvangen van het meer en ik zie allemaal boten aangemeerd. Het lijkt wel Saint-Tropez. Zien jullie dit? Ik kom echt van ver rijden. Het einde is nabij. Het probleem is, het is hier de poort van de meren. Het is hier de eerste meer in de streek. Dus ik ga niet te hype doen over het eerste meer, want ik weet dat ik anders ga uitgekeken zijn. Wauw, hoe bemost. Hoe bemost. Dus we hebben nog het meer van Saint-Claude. Wauw. Rustig, mijn man. Probeer gewoon te slapen. En het is jammer, ik had me gewoon hier moeten zetten, voor de brug. Dat weten we voor de volgende keer. De vroege vogel is hier al voor zijn boot op het water te gooien. Hoffa. Roffa. De berg doet me denken aan Toscana, la famille. Fin de rampe. Reglement du lac. Informez-vous. Dus het reglement staat erop. Ze vragen letterlijk, wil je het reglement van het meer weten? Informeer u dan. Droogkloot. En hier, kijk. Dat wil ik niet meemaken. Goed dat we daarboven veilig staan. Wauw, Le Pont. Hier heb je tarief en mogelijkheden om te flyboarden en te jetskiën. €75 een half uurtje. Je moet het ervoor over hebben. Geef mij maar een uurtje cultuurtje. Ik zou er gewoon kunnen rondhangen. Kijk, zelf wel een ladder ingebouwd in dit gebouw. Hier kunnen we altijd schaduw... Een beetje schaduwhappen, broer. Daar heb je een mooie boot. De Louisiana. Speciaal aangevaren uit Amerika. En dan hier heb je sanitaire. Een sanitair. Ja, het is allemaal redelijk gesloten, maar ik denk wel dat ik even... We gaan even naar die jetskis uit gaan kijken. Hoe ze eruit zien. Ziet ze er goed uit? Good, you know me. Het licht is zo slecht hier, is omdat het de ochtendstond is. Ik wist niet dat de ochtendstond, de zonsopgang, zo een handicap was op de iPhone. Ja, oké, okay, in België ben ik ook nooit zo vroeg wakker. Geniet ik ook nooit van deze morning glory. The golden hour. Dat zijn de jetskis. GTI. En een oranje voor de boss. Ah ouais, la douce France. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Ja, ja, ja. Maar geef toe, het water is wat aan de groene kant. Wesh. Kijk, het plan was eigenlijk... Het is niet verantwoord, doe dit zeker niet na, maar ik werd gewoon moe. Mijn ogen vielen toe, alsof mijn hele lichaam plots ging werden uitgeschakeld. Ik moest me langs de kant zetten, dan zag ik op de GPS... De route van de laken. De route van de meren. Dan dacht ik bij mezelf van... Ja, het zou skeer zijn als ik daar niet op kan wachten. Dus ik rijd nog even verder. Het was de bedoeling om me hier aan de meren te zetten met mijn wagen en te slapen. Maar guess what? Ik was zo hyped. Ik was zo enthousiast. Zo euforisch, zou ik zelf zeggen. Dat ik nu weer... wakker ben om door te gaan, door te strijden naar het volgende meer. En onderschat dit niet. We hebben niks geslapen. Allee, ik heb toch niks geslapen. We hebben amper gechapt. Ik heb
4 bananen gechapt. Die met de spuigaten uitkomen. Maar voor alle verdien ik respect omdat we geen enkele tol hebben betaald. Lekker zuinig toch? Bro, we hebben geen tol betaald en we zijn toch al in het zuiden van Francia. Brada. We hebben de Vogezen gepasseerd. We hebben gezien waar Vittel is gemaakt. We hadden toevallig Vittel mee. We hebben gezien waar Vittel is gemaakt in de Vogezen. We zijn in de Rhône geweest en nu... Ja, nu zijn we in het Juragebergte. Bro, we gaan richting de Alpen. In direction La Squadra. De Azorenkust. Bro, ik zie eruit als een ongelekte beer. Dus terug naar Welletjes geweest. Roadtrip in alone. Ik ben niet op mijn beste, broer. Ik ben uitgeleefd. Het voelt alsof ik een hele nacht ben geweest stappen. Maar ik heb een hele nacht geweest gazen. Ja, op die linkerbaan, broer. Dus we zien elkaar later in Saint-Claude. Tjallas. En ik probeer deze video's up-to-date te zetten. Niet te veel vertraging, niet te veel verspilling. Dus raden jullie mijn côté aan, van waar ik dichtbij zit. Of willen jullie deze kant zien? Een gekke verlaten urbex locatie, een mooie piektop. Een mooi dal. Een lekker verfrissend meer. Vertel het me, we gaan er samen heen. Been there. Done there. Wauw. En hoe lang zou dit al zijn? Die bescherming, die bepansering. Een soort gaasdraad. Die de rotsen tegenhouden, de stenen houden van te vallen. En kijk dit mooie gele plantje daar. Het lijkt wel een bananenboom. Wauw. Dingri. Bro, zo gaan we niet vooruit. Elke kilometer, elke mijl moet ik stoppen voor een cultuurstop. Een natuurstop. Kijk, gewoon al dit rondpunt is fascinerend. Nog steeds in het Juragebergte. En hier heb je Le Regardoir. Restaurant panoramiek. Ja, daar zijn we dus voor. Een panoramisch restaurant. Sal. Dingri. Zou dat de barak zijn? Wauw, je hebt hier ook adelaars, zie ik. Un aigle royal en français. Ja, sowieso, op deze vlog ga ik jullie Franse woordjes leren. We zijn nu niet meer in Thailand. De eerste neerslag die ik hier zie. En zou het echt panoramisch zijn? Sowieso. Ik zie al water in de verte, maar ik ga de suspense met jullie samenhouden. Dat is nog iets dat mijn vriendin mist. Maar ja, ze moet het maar weten, bro. Het is misschien wel geluk spreken dat ze slaapt. Yes, son. En kijk eens aan. Ik wist niet dat ze zulke meren ook hadden in Francia. Dat is echt die Italiaanse meren. Het is meer een Italiaanse meer. Prachtig. Ik hoef zelf niet meer naar Italië. Dat is wat ik bedoelde, de Route des Lacs. De merenroute. Het is moeilijk om op te zien. Maar dus, waar waren we eerst? Châtillon, zeg me niks. Montcucel. Morin Montagne, Martignan, zeg me allemaal niks. Bro, er gaan er nog veel komen, zoals u kan zien. Maar gaan we allemaal stoppen? Orgelais, volgens mij zijn we hier. We moeten naar Saint-Lode. Maar misschien is Saint-Lode, Saint-Claude... De groepering van de meren. Kijk, hier nog wat informatie, wat cultuur. Broer, ik moet hier sowieso een sticker hangen van mezelf. Ik wou dat doen. We gaan een sticker hangen en we zijn tjallas. Ziezo. We zijn verzilverd. In het Juragebergte. Le pays qui respire. Het land dat ademt.